Hiernaast staat Rigby! Ah, jongens. Welkom, welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja. Het is altijd een eer. Ja, en het is een bijzondere dag vandaag. Zeker. Want op dit moment, hij is geloof ik net klaar met uploaden naar YouTube. Ja, hij staat er 2 minuten op. Dus ja. Het is weer echt ouderwetse rugby-style. De deadline is gaan. Ja, maar we hebben hem dus ook hier bij de techniek. Dus als mensen nou naar TV538 zitten te kijken of de stream op 538.nl, dan gaan we jullie een beetje door elkaar mixen met de clip. Dat wordt helemaal te gek. Gaaf. Alliance Heart. Yes. Live op Radio 538. Let's go. Do you hear your name? 'Cause it's time to go to show us what you got. So you stake your claim, you step up to the plate to mark your spot. 'Cause tomorrow knows what the truth beholds. The stars align to show that the time has come to make that change. Just go. Let your heart roar deep. Don't you rather live one day as a lion than a thousand as a sheep? Yeah! Alliance Heart live op Radio 538. En een video van deze plaats te bekijken vanaf nu op de YouTube van Rigby. Ja, zeker. Dus check even rigbymusic.nl. De clip is echt net in première gegaan. Ik ben benieuwd ook waar ze allemaal naartoe zijn gegaan voor het schieten van de clip. Ja, volgens mij zijn ze gewoon wel redelijk in Nederland gebleven. Zijn ze wel redelijk in Nederland? Het zag er Nederlands uit. Wist jij trouwens, ik wil even om de tijd te doden, dat er ooit een zeehond naar Rigby is vernoemd? Een zeehond naar Rigby? Ja, serieus. Toch, Christon, er is ooit een zeehond naar jullie vernoemd, toch? Hoe zat er dan weer met die zeehond? Ja, we wilden het eigenlijk naar garnalenvisser noemen, maar dat zijn nogal concurrenten van elkaar, dus dat mocht niet. Dus toen hebben we maar gewoon de bandnaam gegeven. Goed, het is ook veel te lang verhaal. Laat maar zitten. Jongens, Alliance Heart, lekker! Ja, thanks. Hoe gaat-ie? Ja, goed.
Vertel ons eerst even over die clip. Want die is dus zojuist in première gegaan. Het is allemaal zeer actueel. Vers van de pers. Ja. Lippers wilde weten waar jullie allemaal geweest waren voor de opnames. Nou, in ons eigen stadje. Gewoon Utrecht. Gewoon lekker makkelijk. Ja, gewoon, ja, we wilden niet zo ver. En weet je wel. We waren al zo vaak in Ibiza geweest dit jaar. We dachten, weet je wat. Gewoon Utrecht. Broodje Mario erbij. Toch? Oh, ja, heerlijk. Lekker. Ja hoor. Ja, ja, zitten jullie steeds vaker in Ibiza tegenwoordig? Nee, zou mij niks verbazen hoor. Hey, Alliance Heart, vertel even. Want single is nu al een tijdje uit. Ja. Maar het is altijd een hele stomme vraag. Maar ik wil toch weten, waar gaat de track over? Nou, hij is 2 weken uit ongeveer. En ik heb hem geschreven rond de tijd dat een politicus in Nederland een paar dingen riep. Waar ik het niet helemaal mee eens was. En er stonden mensen bij het applaudisseren. Ja, iets met minder of meer, zoiets. Ja. En ik vond meer. En hij niet. Maar goed, ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Dus daar wou ik iets over schrijven. En ik wilde het niet te politiek maken. Dus ik zat een beetje te kijken van, ja, wat verbindt ons nou? En nou, ik kwam op Lions Heart. En toen was het natuurlijk logisch van, ja, dat is, weet je, dan kom je een beetje bij voetbal uit. Ik dacht, ja, het slaat ook nergens op, zeg maar. We wilden eigenlijk een beetje wachten namelijk, weet je wel, een paar maanden voordat we weer met iets nieuws zouden komen. Ja, want het is vrij recent alweer. Ja, maar dit is dan, het is wel actueel. Ja, de hond is blij dat jullie toch eerder zijn gekomen. Nee, maar we dachten dus van ja, dan moeten we wel nu iets ermee doen. Weet je, als je zo met zo'n titel, zo'n liedje, weet je, dan moet je nu gaan. Dus ik dacht, nou, weet je wat, fuck it, we gaan dus nu hij is, dus eigenlijk is het ook een beetje een WK-hit. Nou, het is dat een beetje dat stom. Dus zo gaan we het niet brengen, zo hebben we het ook niet geschreven. Ik zie Bart een beetje kijken van no, ja, rustig aan. Misschien dat we er wel door winnen, dat zou natuurlijk kunnen. Maar zouden jullie bijvoorbeeld, als mensen jullie vragen om op een WK-viewing party te gaan optreden, doen jullie dat? Nou, als het gesponsord wordt door bier, dan wel. Mooie vrouwen en bier. Nee, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat die track in één keer gedraaid wordt door de NOS, weet je, onder sportsamenvatting. Zoiets, ja, maar dat zou natuurlijk. Dat is helemaal te gek, helemaal super. Alleen, we werden ook benaderd voor interviews samen met Wolter Kroes. Weet je, alle 2 een WK-single. Toen dacht ik, nou, dat is niet helemaal, weet je wel. Die van jullie is nog muzikaal, tenminste. Nou, kijk, als we lam zijn, dan staan wij ook op. We zijn er weer bij. Ja, dat is prima. Ja, ja, die gaan we nog veel horen. Die is nog gejat ook. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is een Duitse plaat, toch? Ja, oorspronkelijk wel, ja. Van welke club is dat ook weer? Redactie, googlen. Glenn, zoek het even uit. Viva Hollandia origineel. Maar, het is eigenlijk een beetje alles in één. Het is een politiek activistisch lied. Ja, het is inderdaad. Ik wou nu gewoon niet een keer niet voor verschuilen. Dit is wat we vonden en dachten, ja, ik neem het gewoon op. Weet je, er moet gewoon een soort tegengeluid, vond ik, komen. En niet om dan helemaal als Bob Dylan meteen op een soort zeepkist te gaan staan. Maar ik dacht wel van, ja, waarom niet? Weet je wel, vroeger waren het ook heel veel bands en die iets hadden vertellen, weet je wel. Die deden gewoon van, fuck it, ik wil dit zeggen. Nou, oké. Die plaat komt uit Keulen. Van Viva Colonia. Viva Colonia! Ja, dat was het inderdaad. Ja, klinkt een beetje een slechte parfum. Viva Colonia. Ja, het klinkt top. Ik vind eigenlijk dat als jullie gewoon binnenkort weer een keer bij ons komen, dat jullie moeten coveren. Zo. Viva Hollandia. Viva Hollandia. Dat lijkt me wel lachen. Ik moet zeggen, daar zitten wij. Zullen we het gewoon beloven? Dat ik zie ik dat, vind dat ook wel zitten. Ja? Viva Bollandia van ik zie dat zitten, ja. Viva Bollandia. We zoeken nog iets voor de verrukte halbestoen inderdaad. Nog een dingetje. Kunnen we dat ze combineren? Als we toch voor lul gaan. Ja, ik zou het doen. Ja, ja. Viva Hollandia, is dat een deal? Ja, dat is een deal. Hoppa! Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, die is binnen. Okay. Verheug ik me enorm op. Ja, in het Engels dan, hè? Jullie mogen ervan maken wat jullie willen. Dat is helemaal leuk. Mooi. Jongens, jullie hebben echt, ik bedoel, het verbaast me dat jullie er allemaal zo fris uitzien. Want Koningsdag, het was niet mals. Zo, dat en was een feestje. En hebben bevrijdingsfestivals eventjes. Ja, ook meegepakt. En onze tour, morgen staan we in Nijmegen, volgens mij. Dus onze clubtour begint weer. En zo zijn we lekker bezig. Ja, begint het nu een beetje, hoe is jullie publiek? Hebben jullie al fans die echt van optreden naar optreden meereizen? Ja, maar die hebben al een tijdje. Weet je, echt zo'n vaste fanbase, weet je. En zoals mijn moeder die is er toch wel vaak bij. Nee, maar we hebben echt veel trouwe fans, laat ik zo zeggen. Ja. Nou jongens, zo meteen meer met Rigby. Jullie gaan nog een track voor ons spelen. Het wordt een classic, dan neem ik aan. Nou ja, inderdaad. Iets van, we hadden het de hele tijd over bier, hè? Dus ik zat al een beetje naar dat liedje toe te praten. Maar goed, sommigen kennen ons van zo'n reclame op tv waarin heel veel bier wordt gedaan. Dus dacht van, dan gaan we dat liedje spelen.
Baby! Fire! Live op 538. Kom nog even deze kant op. Dan kunnen we nog eventjes... Oh, nog even een mooie rimshot eraf. Het is de avondblog weer naar de lijst. Rigby, live balls in de studio. Altijd gezellig. Als de mannen even langskomen. Pff, altijd zijn ze goed, hè? Ja. Ik zat gewoon echt alleen even gebiologeerd te kijken. Wij niet alleen, hoor. Kom maar sms binnen ook op 538. Oh my god, ik hou zo van Rigby. Echt weer geweldig. Rigby. Echt weer geweldig goed. I like this so much. Kusjes van Lisa. Wat was dit een mooi nummer. Komt er ook nog binnen. Ja, ik zat vooral even naar Bart te kijken. Die gaat als een beest op de drums. Het is echt lekker bezig, jongens. Heb ik net Bart een compliment, komt hij pas als laatste binnen. Jongens, we zeggen het gewoon ladies niet, and gentlemen, ja. Rigby! Lekker bezig, Bart. Ja, vond ik mooi. Er hing zo'n camera boven jou, kon je jou helemaal los in gaan. Dat vond is cool, van ja, dat was mooi. Was heel mooi. Erg tof, heel tof. Jongens, ik wilde het nog even hebben over Dash Berlin. Want dat is een hele grote DJ. Ja. Die heeft Earth Meets Water onder handen genomen. Ja. En dat is nogal een wereldwijd succesje aan het worden, hè? Ja, en dat is leuk, want die primeur heb ik volgens mij vorige keer hier bij jullie bij de avond gegeven. Ja, dat klopt. En het mooie is, Armada heeft het dus uitgebracht als single. Weet je, het was eerst gewoon als remix, was het al gaaf natuurlijk. Weet je, een eer dat hij benaderde ons en zei van vind je dat leuk? En het zijn eigenlijk drie gasten, hè, twee Nederlanders ook. En die maken heel veel producties. Dus die zeiden van, ja, vind je het leuk? Nou ja, te gek. Weet je, doe maar. Ik kan wel even een klein stukje laten horen hoe dat klinkt dan. Here I stand, where earth meets water. The wind blows smoke across the land. So hear me out. Our lives get harder. It slips through. Toch? Ja, heel doof. Heel vet. Maar dit gaat echt, dit begint internationaal ook al een beetje... Nou ja, in Amerika is dat serious, weet je. XM die zit aan het draaien en dingen, dus het gaat best wel. Ja, we zijn best wel zo van wauw, oké, gaaf. Ja, dus lekker. Wie weet waar het toe leidt. En we hebben ook nog een original samengemaakt met hem. Dus die komt ook op zijn plaat in juni. En het heet Underneath the Sky. Wauw, vet. Ja. Is daar al iets van te horen of is dat gewoon... Nee, echt want die, moet echt, die komt dan zeg maar met de plaat mee, wordt die gereleased. Ja. Jongens, Alliance Heart is nu overal verkrijgbaar. Deze track, Earth Meets Water, Dash Berlin versus Rigby. Yes. Overal ook te krijgen. Wat is voor jullie het eerste waar jullie nu naartoe gaan werken? Nou, we hebben zoveel uitgebracht en zo. We gaan eerst maar eens gewoon even lekker weet je, met Alliance Heart genieten. Dat, ja. En daarna Viva gaan we... Hollandia oefenen natuurlijk. Dat wordt nu de zwaarste taak die we hebben gehad natuurlijk. Maar we gaan lekker gewoon wat festivaletje doen. En voor de rest gaan we daarna gewoon in oefenruimte gaan we ons weer opsluiten. Maar, en dan gewoon echt even weer kijken, weet je. Of een nieuwe richting, wat gewoon experimenteren. Maar eerst met Lions Heart gewoon lekker aan de slag. En, ja. Jongens, thanks dat jullie weer even langs wilden komen. En een heel groot studio applaus voor Rigby!